Hogeveen TV wordt mede mogelijk gemaakt door de Zuidema Groep, Volksgroothandel Hogeveen, Nijenhuis Uitzendbureau, Hogeveen Mannenmode, A28 Personeel en Opleidingen, ING, Tankstation Klok, Danny Schilderwerken en de Businessclub Hogeveen. Voor aanvang werd de verwachting al uitgesproken dat het wel eens een heel aantrekkelijk duel zou kunnen worden tussen RKAVV en Hogeveen. Twee leuk voetballende ploegen. De eerste mogelijkheid is hier voor Gende Gumana. Twee seizoenen geleden speelden wij de ploeg ook tegen elkaar. Toen won Hogeveen in Hogeveen met 2-0 en verloor het met 1-4 in Leidschendam. Dat was toen de laatste uitwedstrijd voor de coronacrisis. Even de rust bij RKAVV. Opening gezocht daar. En de bal ingebracht in de 16 meter. Ja, kijk, dat bedoel ik. Hetzelfde verhaal als vorige week. En daar is de openingstreffer van RKAVV. Ja, even vergeten op het rode knopje van de camera te drukken. Vandaar even dat eerste doelpunt geknipt uit de live uitzending van vanmiddag. Ja, na die beginfase waarin Hogeveen die kansen kreeg, was het de kluts kwijt. Opnieuw RKAVV. En dan is het daar Hens, zegt scheidsrechter Roy Whitlocks van Jim Veldmaat. Ja, het was lastig te zien. Als je goed keek, leek het op de lijn. Dan hier de strafschop en uitstekende redding van Stan Meekhoff. Het is Remco over de vest die mist. Nogmaals, die strafschop. Ja, ik zei het al, het beeld heb ik zelf even stilgezet. En dan zat je, ja, die elleboog van Jim Veldmaat, die zat op de lijn. En hier de kopbal van Jari Bouras en opnieuw Meekhoff. En zo is Hogeveen van slag. Nou, dan is dit wel illustratief natuurlijk. Laat René van der Gijpen niet zien. Tommy Ikkes. Bedient Louis Vijfhuizen. En dan is het zowaar na 16 minuten wel gelijk. En knokt Hogeveen zich dus net als vorige week tegen SJC terug in de wedstrijd. Prima balletje ook van Tom Heerkes. En Vijfhuizen die het afmaakt. Ja, Menno Heerkes keek geblesseerd toe en die werd toch wel nodig gemist op het middenveld hoor. Hier Amrani. Kreeg Hogeveen geen vat op. Uitstekende voetballer is dat toch. Bal teruggelegd. En dan is daar de inzet van Remco over de vest die naast gaat. Maar opnieuw gevaar dus van RKAVV. Wat is dat ook een leuke ploeg. Prima balletje hier op Gende Gumana van Joost Kreven. Legt die bal terug. Oei. En daar had Finn van Kommer wel wat meer mee kunnen doen. En zo ging het op en neer. En was het publiek en de kijkers van Hogeveen TV live de grote winnaar. Hier Amrani en de kopbal van opnieuw over de vest. En dan vlak daarna aan de andere kant, Gende Gumana. Trekt die bal voor en de kopbal, de vrije kopkans van Tom Heerkes. Nou en dan weer vlak daarna, de corner. Wordt die bal ingewerkt. En dan is het de kopbal van Bouras op de lat. Nou, en zo ging het maar door. Gaan we weer, lange bal. Op Zakaria Amrani. Ja, daar kreeg Hogeveen gewoon geen grip op. Wat is dat toch ook een geweldige voetballer, die Amrani. Waar legt die bal dan af, op over de vest. Wederom een kans voor RKAVV. Ja, in die fase was er één ploeg die de voorsprong verdiende. En dat was de thuisploeg.
hier wel Gende Gumana, want ja, ook Hogeveen liet zich niet onbetard en Louis Vijfhuizen. Maar de echt grote kansen waren wel voor RKVV. Dan Joost Krever, geen buitenspel van Noah Schuurman, dat ziet de grensrechter echt helemaal mis. Kjeltengers, och, wat is het weer een fantastische opening. Tom Hierkens, komt die bal voor bij Joost Krever? En dan is het zo aan Hogeveen dat vlak voor rust op voorsprong komt. Ja, geweldige aanval natuurlijk van Hogeveen. En het mag dan tegen de verhouding in zijn, maar het is wel een geweldige treffer. Perfect afgerond door Joost Krever. Ja, en dan is de thuisploeg van slag. Kjeld Engbus. Krijgt RKHVV die bal niet weg. Diepe bal op Gende Gumana. Gende Gumana trekt die bal terug. En daar ziet de verdediging van RKHVV er niet goed uit. En is het Jim Veldmaat als een duffeltje uit een doosje die de 1-3 op het scorebord brengt. Ja, daar ziet het er achterin dus niet goed uit. Bij de ploeg van Mauricio Secucci. En dan is het 1-3. En dan zal RKVV zeggen dat het geflatteerd is. Maar ja, de koploper is in die slotfase uiterst effectief. Amrani, tweede helft inmiddels. En de overtreding van Kjeld Engbus. Invaller Mike van Toor achter de bal. Van Toor! En die bal die gaat er zomaar in. En dan is het na 5 minuten in de tweede helft de spanning die volledig is teruggekeerd. Ja, RKV moest 3 keer wisselen vanwege blessures. Maar had ook nog wel wat jokers op de bank hoor. Met onder andere dus Van Toor. En hier gaat Gende Gumana er weer vandoor. Gende Gumana! En die bal die gaat maar net voorlangs. Onder andere deze Ayoub Boukari in de ploeg gekomen. Wat een voetballer. En dan hier. Gaat over de vest, over de knie bij Engbus. En zegt Roy Whitlocks dat het een strafschop is. Boukari achter de bal. En die doet het wel wat beter. En die scoort dus wel. En is het na ruim een uur 3-3. Ja, dus voorspellingen van vooraanvang kwamen dus uit. Wat een spektakelstuk. En wat geeft Hogeveen dan in die tweede helft weg? Boukari. De bal in de 16 meter teruggelegd. Amrani. En een geweldige redding van Stan Meekhof. De corner van Amrani. Bal teruggelegd. Gaat hij weer. Boukari. Ook actief in de zaal. Oud profvoetballer van Sparta. En dan hier Louis Vijfhuizen. Hoi, hoi, hoi. Ja, de spanning droop er echt vanaf. Ja, het wachten was eigenlijk op de treffer van RKAVV. Hier, bal van de lijn gehaald. En dan de inzet van Boukari geblokt. Gaan we naar de slotfase van de wedstrijd. De corner van Joost Krever. Komt die bal bij Jamai Krikjes en die raakt de lat. En daar is zowaar Hogeveen weer dicht bij de voorsprong. En zo ging het maar door. Hier weer RKVV, Amrani. Het was echt genieten geblazen vanmiddag. Dan snelle bal genomen door Kjeld Eng. We zitten inmiddels in de blessuretijd. Noah Schuurman. Noah Schuurman, 16 meter in. Komt die bal voor? Is het Emiel Belsma? Ja, Emiel Belsma in de blessuretijd bezorgt hij Hogeveen dan toch nog de overwinning. Ja, hij is misschien wat gestolen, maar de ontlading is natuurlijk enorm bij Hogeveen. Kijk eens ook hoe elftalleider Ali Meekhof erin sprint. Al sinds zijn beste dagen als voetballer van Hollandse Veld. Ja, rolletje dan uiteindelijk. En net de teen, Emiel Belsma.
Ja, dit is misschien ook wel het geluk van de koploper. Of, ja, dwing je het gewoon af. Misschien ook wel dat laatste. Emiel Bijlsma er dan al vandoor. In de 5e minuut van de blessuretijd. Bijlsma. En die wordt gestuurd door Jubilee Jan. En dan krijgen we nog een vrije trap voor Hoogeveen. Achter de bal Joost Krever. Maar die neemt het niets op. En dan is het meteen ook afgelopen. En wint Hoogeveen ook de 5e wedstrijd. Op spectaculaire wijze met 3-4. Wat volgende week de lastige thuiswedstrijd tegen Biekwik.